Henrik Jan, wat vind je van democratie? Oh, deze kant. Ik ga niet snel. Ben je net wakker? Ik ben net wakker, ja. Ik zou zeggen, wat is er mis met een totalitaire dictatuur? Er is toch helemaal niks mis mee? Een beetje totalitaire dictatuur. Als je een hele goede leider hebt, dan is er niks mis met een totalitaire dictatuur, toch? Een totalitaire dictatuur. Ik denk dat daar toch de meningen over verdeeld zijn. In ieder geval kun je op 20 maart gaan stemmen voor de provinciale verkiezingen. Wij gingen vandaag langs bij Luc Volkerts. En dat is de voorman van de Partij voor de Dieren in Overijssel. Luc's kracht zit hem in een sterk staaltje leiderschap. Toch, Luc? Een goede leider. Dat moet nog maar blijken dan natuurlijk. Hè? Dat moet nog blijken, Luc. Kom op man, het is campagnetijd. We hebben geen tijd voor misschien moet nog blijken. We gaan het wel zien. Wij gaan Pottori een leider van jou maken. Ze hebben de mensen op straat tips voor Luc. Hoe wordt Luc een betere leider? Want dit kan niet, Luc. Kom op, Luc! Wat denkt u als u deze man ziet? Is het een goede leider? Waarvoor? Een politieke partij? Nee. Ik moet straks naar deze man toe en ik moet hem hele concrete tips geven hoe hij een betere leider kan worden. Vertrouwbaar is, dat is al belangrijk. En niet shirt. Een leider moet leider zijn, dus iemand die zich voortouw neemt en zegt, nou ik sta ervoor. De Partij van de Dieren moet er helemaal niet in. Want ze bemoeien zich met dingen waar ze helemaal niks mee te maken hebben. Dus. Ja, je moet meer naar de gewone mensen luisteren. Dus luisteren naar mensen, ja. Moet je ook de straat op? Ook de straat op? Ja, zwemmen mag. Zwemmen ook? Ja. Oh Luc, zwemmen. Maar hoeft mij niet. Hij mag ook bellen. Hij mag ook bellen, ja. Bellen, mailen. Ja. Hij moet vooral niet altijd democratisch zijn, denk ik. Niet luisteren dus naar de achterban. Nee. Democratie is zwaar overtrokken. Ik zou zeggen, wat is er mis met een totalitaire dictatuur? Er is toch helemaal niks mis mee? Als je een hele goede leider hebt, dan is er niks mis met een totalitaire dictatuur, toch? Jij hebt makkelijk praten, Hendrik-Jan Bukkers. We gaan het voorleggen aan de grote baas zelf. Die ken ik niet. En wat? Die Bukkers? Een dictatuur. Lijkt mij een heel slecht idee. Luc, wat maakt jou een goede leider? Hier, John Deere. Nee. Kijk toch naar dit gezicht. Dit is toch een goede leider, hè? Hé, wij gaan campagne voeren. Ja? We gaan even de straat op. En dat gaan we namens jullie doen. Waar moet ik nou echt, wat is het eerste wat in je opkomt? Wat moet ik echt meenemen? Waar staan jullie voor? Biologische landbouw, pak maar. En dan met het woordje meer, hè? Meer biologische landbouw. Ja. En minder koeien en varkens. Kun je dat nog één keer doen? En minder koeien en varkens. Papier. Met plan B voor Overijssel. Oké. Heel kort, plan B voor Overijssel? Plan B? Want we hebben geen planeet B. Leuk woord, grappie. Het is, ja, hè? Ja. Goed, de buttons worden opgespeld. Het is tijd voor campagne. Goedemiddag Heino en welkom in onze show. Vandaag namens de Partij voor de Dieren. En wij gaan voor meer biologische landbouw en minder koeien en varkens. Meer biologische landbouw en minder koeien en varkens. Nee, bedankt hoor. Mevrouw, gaat u Partij voor de Dieren stemmen? Dat weet ik eigenlijk nog niet. Stem jij toevallig Partij voor de Dieren? Nee. Maar je staat wel in een dierenwinkel. Ja, hondenbroek hè. Stemt u toevallig ook Partij voor de Dieren? Of gaat u een lekker stukje vlees halen zo? Denk het wel. Kan toch niet? Meer biologische landbouw en minder koeien en varkens! Man! Gaat u nog een lekker stukje vlees, Cor? Om op te eten, bedoel je? Minder kiloknallers, meer biologische landbouw. Gaan we eens even in het boodschappenkarretje van deze mevrouw kijken. Heeft u toevallig nog een lekker stukje vlees gehaald? Ja, dat heb ik wel gehaald, ja. Leverworst. Ook nog. U bent een echte vleeseter. Ja, dat kun je haast van stellen, ja. Stemt u toevallig ook Partij voor de Dieren? Nee. Wat heeft u dan zoal gekocht? Gehakt schnitzel, krokante gehakt schnitzeltjes. Oeh, de kinoknallers, 4 voor 5 euro. Ja, daarom. Hier pleit ik voor. Ik heb mijn god geen idee wat daar geplant is. Maar het ziet er biologisch uit. Lekker stukje vlees gekocht nog? Nee hoor, ik ben vegetarisch. Oh kijk, oh hartstikke goed. Tot ziens.